Goedemorgen allemaal. Ik ben hier in het bos bij het middelpunt van Nederland. Om 7:15 in de ochtend. Ja, en waarom zo vroeg? Nou, de laatste tijd, en dan bedoel ik dus afgelopen jaar, is de hele corona-flauwekul begonnen. Is het hier altijd hartstikke druk. Omdat het een van de weinige plekken is. Natuurlijk waar je nog steeds heen mag. Dus ik dacht, ik kom een keertje lekker vroeg en hoop dat het dan nog rustig is. En het is rustig, maar het staat al helemaal vol geparkeerd met auto's. Ja, maar met wat anders aan. Ik ben ook even een test voor mijn nieuwe camera. Kijken hoe de beeldkwaliteit is buiten. Zowel met als zonder microfoon. Vorige filmpje was het geluid was niet geweldig. En ik vraag me af of ik iets verkeerd gedaan heb. En misschien werkt het zo beter, misschien werkt het zo niet. We zullen wel zien. Het is allemaal experiment. Maar ik zal even mijn kop houden en dan hoor je hopelijk de vogeltjes. Oké, ik ben hier goed geluid heel hard heen. Ik gebruik een handgreep aan mijn camera waardoor ik hem als een koffer vast kan houden, zeg maar. Ik ben benieuwd hoe het point of view is. Ben je dus weer in het middelpunt van Nederland. Vorige filmpje hier had ik vergeten de record button in te drukken. De opnameknop is dus record button. Of, dat is op een manier geweest, maar ik denk het eerst. Maar zoals je ziet, ze hebben er dus een Chinese muur omheen gebouwd. Van wel een meter hoog. En waarom? Om te voorkomen dat dat ding dus verplaatst, gestolen, geleend wordt. En op een gegeven moment was hij dus verdwenen. En dat moeten bijna studenten geweest zijn natuurlijk, want dat moet je anders met zo'n ding. En dat hebben ze niet gedaan op een fietsie. Die hebben hier een bulldozer naartoe gereden of een tractor. En via hier waarschijnlijk. Want het is de enige brede pad naartoe. En toen was de ding opeens pleiten. Ja. En niet heel veel later was hij weer terug. Want het is niet alsof je dat makkelijk in je achtertuin kan verstoppen. Want als je buren zeggen, god, dat lijkt wel heel erg op dat ding in het midden van Nederland. Hè? Ja, toevallig hè. Nou ja. Om dat dus te voorkomen, in plaats van de mensen op te voeden om dat niet te doen, hebben ze een soort miniatuur amfitheater omheen gebouwd. Logisch. Huh? Nee, ik denk ook niet. Maar goed. Nou wel, het is nu wel zo dat je dus op militaire ruimte hebt. Dat was je nooit. Dan hoop ik dat die externe microfoon goed werkt en dat je die spechten kan horen, die soort klop duel bezig zijn. Ik had eigenlijk gehoopt dat rond deze tijd van het jaar alles in bloei zou staan. Hè? Sommige bomen zie je dus inderdaad bloeien, maar de overgrote meerderheid dus niet.
Jammer, dat is wel een mooi gezicht. Dat is ook de reden dat ik dat ooit een keer Japan wilde zien. Want dan zetten ze al die bloeiers. Bloeiende bomen. Bij elkaar een grote groep. En dan is de hele omgeving wit of roze, hangt er maar van een soort boom hier. Zo, hier nog even de binnenkant. Dus zitruimte. Ik weet niet of dit uit mijn vorige filmpje nog was geweken. Dit is dus niet de rots in het middelpunt, want die staat daar. Maar het idee is heel genaamd is, want er komt volgens mij niks van, zoals we nu leren. Want daar, als je ziet, ligt er nog een. Als je een lijn trekt van die grote steen naar deze, dan is waar de zon opkomt. Want als het de kortste dag is, en daar, als je een lijn trekt van die naar daar, waar die opkomt als het de kortste nacht is. Dus bij de zonnewendes. Dan kan je zien, nou, als hij hier komt, dan is, gaat de winter beginnen en daar gaat de zomer beginnen. Volgens mij moeten ze veel dichter bij elkaar liggen dan die steden, want zoveel verschilt het niet. Maar goed, ik heb het niet zelf geprobeerd en misschien klopt het wel. Dan ga ik even van hier lopen naar een ander monument. Ander monument, niet dat dit een monument is. Dit was dus ooit allemaal kaal, en als ik zeg ooit, dan was het 10 jaar geleden. Had hier een brand gewoed. En op een manier tot dat stukje beperkt geleverd. Het hele bos is niet in vlammen opgegaan. Of misschien wel, maar dan was het alweer helemaal teruggegroeid tot hier een stukje, maar dat lijkt niet erg waarschijnlijk. Als je ziet, het is weer helemaal begroeid nu. Dat is een mooi plantje zo. Maar ze zeggen wel dat de as van verbrande planten goede mest is. Daarom is het ook altijd belangrijk dat als er branden in de natuur komen, dat je dat laat gebeuren. Zodat er nieuwe planten kunnen gaan groeien. Cirkel des levens, hè? Ik heb bijna Circle of Life. Nee. Maar ja, die hebben altijd van die milieuterroristen types die dan zeggen, nee, je mag niks doodmaken. Dus altijd moet ze veilig zijn voor iedereen, voor alle mensen en beestjes en plantjes. Met het gevolg dus dat de natuur er aangaat. Omdat die mensen nogal dom zijn, hè? Ik dacht dat ik dat wel duidelijk had gemaakt. Hier. Dit is een bank. Zoals je ziet. Even kijken of ik de inscriptie kan laten zien. 6-6-1895. Notaris. Erdinger. Erdinger. 6-6-1935. Ik vraag me af of dat dan zijn sterf en zijn geboortedatum zijn. Is hij precies op zijn verjaardag gestorven? Op 40 jaar oud? Nou ja, in die tijd was dat misschien de gemiddelde leeftijd. Nee. Ik denk het toch niet. Goed. Voordat het filmpje weer te groot wordt, ga ik het even... Oké, ik weet niet hoe dit stukje van het bos in de volksmond heet, maar ik noem het altijd de kuil. Het is net alsof hier een meteoriet is neergeknald, maar ik vermoed dat het gewoon afgegraven is. Voor wie weet wat voor reden. En het is behoorlijk diep. Voordat die bomen er allemaal weer stonden na de brand,
was het best gevaarlijk om hier naar beneden te lopen, want je had geen enkel houvast. En het was makkelijk om te gaan koprollen. En zoals je ziet, het pad is nu nog steeds niet geweldig. Verkeerde stap en je bent horizontaal. Het is wel leuk trouwens als het hard geregend heeft. Dan zie je dat water zo altijd van die helling afstromen in dit gultje. Een beetje fantasie en gebrek aan schaal. Is het dan net een grote rivier. Oké, batterij is bijna leeg. Ik ga ophouden.